twee die pasten nu eens perfect bij elkaar. Hè. Allee, oké, ze hadden al wel eens aan bras, maar ja, je zult dat zien, dat zult altijd bij mij ons maar. Monneke, ik zat al onze zwet niet in zijn kind. Echt wat die Leo dan een mens, zeg. Een zielmo van zijn apropos, die op lichterij. Wat zou je willen? Ja, ik hoop het, zeg. Allee, want ik vind dat twee mensen die zo goed bij elkaar passen, dat die toch van de eerste en beste tegenslag niet uit elkaar moeten gaan. Ja, dat is juist. Aan de andere kant, er zijn ook koppels die beter niet met elkaar te beginnen. Ach, verstut wat ik wil zeggen, hè. Aan Pelkmas, hoe was het met uw date? Met dat Pierre is ze van uw lijf kunnen blijven. Die twee die pasten nu eens echt perfect bij elkaar. Oké, ze hadden al wel eens ruzie, maar dat zal je zien, dat zal je altijd hebben met mijn mama. Simoneke, ik zou het allemaal zo zwart niet inzien. Leo is niet in zijn gewone doen vanwege die oplichterijzaak. Ja, ik hoop het, want ik vind niet dat mensen die zo goed bij elkaar passen, al meteen na de eerste de beste tegenslag uit elkaar moeten gaan. Nee, dat is waar. Maar anderzijds, soms is het ook beter dat koppels beter niet met elkaar terug beginnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ah, Melkmans. Hoe is het verlopen met je vriendje Pierre? Is hij van je af kunnen blijven?